De asielcrisis, dat is eigenlijk een integratiecrisis. Ja, dat is dat, zeg maar, de originele Nederlander die voelt zich onbehagelijk op zijn eigen galerij in zijn eigen stad. En die voelt zich niet meer zo thuis in eigen land. Is eigenlijk Nederland een beetje kwijtgeraakt. Dat gevoel, hè. Ja, dat wordt bijna nooit benoemd als we het hebben over een asielcrisis. Dan gaat het over cijfers en over opvang en over instroom en over dit en dat. Maar dat is eigenlijk in essentie, is dat de crisis. De Nederlander is gewoon zijn land een beetje kwijt. En meneer Koopmans, dat is een expert op migratiegebied uit Duitsland, die heeft dat alles een paar keer benoemd. Die heeft gezegd, ja, het verschil tussen de culturen is te groot en dit en dat. En dat is nu weer bevestigd, zag je nu op tv, door andere expert, Jan van der Beek. Ja, die zat bij Barlaat en die vertelde dat weer. Die zegt, die culturen tussen Nederland en het Midden-Oosten en Afrika, die verschillen zijn veel te groot. Dat gaat nooit werken. En die mensen die komen, die asielzoekers of asielmigranten zoals hij ze noemt, die zijn lager opgeleid. Dus dat gaat allemaal nooit werken met die Nederlandse samenleving. En die verschillen, al die cultuurverschillen, dat geeft dat hele ongemakkelijke gevoel, vrienden. En dat wordt nu dus eindelijk eens een keertje, een beetje, wetenschappelijk onderbouwd. Ja, het is nou niet alleen maar een beetje vaag geleuter over gevoel. Nee, het wordt eigenlijk een beetje gestaafd gewoon met wetenschappelijke feiten. Ja. En toen ging die Jan van der Beek, die had dat dus verteld. En die kwam in discussie met de mevrouw Piri. Mevrouw Piri, heb je er gezien? Van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Van kom maar binnen met je knecht. Ja, die zat dat ook steeds weer te promoten. Ja, nee, we moeten mensen opvangen. En kom binnen, kom alsjeblieft binnen. Ja, die. ze was lollig. En die Jan van der Beek, die zit daarnaar te luisteren. En die zegt alleen maar tegen die mevrouw Piri, maar luister eens goed. Sinds 2015 komen er alleen maar asielzoekers binnen. En van al die mensen sinds 2015 leeft 50 tot 75% op een uitkering in Nederland. Ho! Doodse stilte. Doodse stilte bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Ho! Nou, daar had Piri niet van terug. Nee, links kreeg gewoon even een lesje. Gewoon een immigratielesje kregen ze. Ja, dat hebben ze ook hard nodig, hoor. Daar, op links. Ja. Nou goed, we zijn eruit. Wij noemen het vanaf nu een integratiecrisis.